Goeiedag. Ja, prachtige zonsopkomst was er in delen van het land te zien. Hier in Gelderland bijvoorbeeld, als de zon nog net onder de bewolking uitkomt en dan die mooie stralen laat zien. Rood-oranje kleurde de hemel op veel plaatsen. Ja, er is natuurlijk bijzonder veel neerslag gevallen in mei en dit is toch wel een triest beeld. Het water afhalen van de parasols, van de schermen die opgezet zijn. Ja, ook vandaag en morgen zal dat soms toch nog wel moeten gaan gebeuren, want er komen nog een aantal buien onze kant op. Al met al wordt het wel wat beter hoor. Die meeste neerslag die gaat vanaf zaterdag toch wel verdwijnen. En we krijgen zelfs een paar droge dagen. Hoewel helemaal droog het ook niet zal worden volgende week. Want af en toe is de bewolking nog wel dik genoeg. Maar neem niet weg, er gaat echt wel wat veranderen. Een laagdrukgebied ligt er boven de Noordzee donderdagmiddag. En eigenlijk is dat laagdrukgebied ook verbonden met allerlei laagdrukgebieden boven het centrale deel van Europa. Kortom, een complex groot laagdrukgebied dat ervoor zorgt dat de lucht onstabiel is en dat er van tijd tot tijd buienstoringen overtrekken. Hier zien we dat ook weer gebeuren. Betekent ook dat we vrijdag te maken gaan krijgen met buien. En zaterdag misschien ook nog wel een enkele bui. Maar dan langzaam maar zeker een hoge drukgebied dat vanuit het westen dichterbij gaat komen. Dat zorgt ervoor dat de neerslagstoringen toch wel naar het oosten wegtrekken. Maar we zien ook dat er wolkenvelden zijn. En die bewolking is dan soms dik genoeg om wat regen te gaan produceren. Hoeveel dat zal zijn is nog moeilijk aan te geven. Mede ook omdat sommige modellen dat hoge drukgebied toch echt wat dominanter houden. En dan valt het wel mee met die neerslag volgende week. Die neerslag die dan soms uit die wat dikkere bewolking kan gaan vallen. Even in detail naar de situatie voor vandaag en morgen. Nou, hier zien we die buienactiviteit. Vannacht is het dan grotendeels droog. Slechts een verspreid buitje kan er nog vallen. En morgen overdag, ja, dan zien we toch weer heel duidelijk dat in de loop van de dag die buienactiviteit gaat toenemen. Het zijn losse celletjes allemaal. Dat betekent dat het op veel plaatsen ook droog blijft. Lokaal kunnen de verschillen groot zijn. Ik sluit zelfs niet uit dat er morgen ook nog een enkele bui overtrekt waar onweer in voor gaat komen. Nou, vanavond toch wel op de meeste plaatsen droog. De buienactiviteit gaat er dan uit. Temperatuur rond de 15, 14 graden als de zon ondergaat. En de wind die waait uit het westen tot noordwesten. In de nacht daalt de temperatuur dan nog wat verder en kan er ook nog steeds wel een enkele bui vallen. En morgen in de loop van de dag neemt die buienactiviteit weer toe. We hebben het ook wat onweer ingetekend. En de temperatuur komt dan uit tussen de 18 en de 20 graden. Aan zee zal het wel iets frisser zijn, omdat de wind met die noordelijke richting echt wel wat kouder gaat aanvoelen. De dagen erna wisselvallig weer op zaterdag nog wel met die buien. Maar zondag en maandag verlopen dan vrijwel droog. Op dinsdag ja, dan kans op die wat dikkere bewolking. En dus mogelijk ook nog eventjes wat regen. En de temperatuur ja, die ligt over het algemeen zo rond de 18 graden. Nog fijne dag.